5 november kunnen ze zomaar op je bord liggen. Er leven op dit moment te veel Galloway-runderen in het gebied. En daarom gaat organisatie Free Nature bepalen welke dieren er geslacht worden. Ja, we gaan vanaf nu op 5 november een wildernisvlees-vers verkoopdag houden. Dus wij gaan hier in dit gebied een aantal Galloways invangen. En die gaan wij vermarkten als vers vlees. En we hebben het jarenlang als ingevroren vlees verkocht in 5 kilo pakketten. En nu willen we het eigenlijk als streekproduct toch zien om het hier wat dichter in de buurt aan de mensen die om het gebied heen wonen. Te kijken of daar interesse voor is. Nou, onze kuddes lopen vrouwelijk en mannelijk door elkaar heen. Dus onze kudde groeit 30% per jaar. En ja, er is gewoon niet meer eten voor al die dieren. Dus ieder jaar moeten we ook ongeveer weer die 30% eruit halen. En die 30%, ja, daar kunnen we voor kijken van, nou, zijn er andere gebieden waar ze naartoe kunnen. En dit jaar is voor onze Galloway-runder in ieder geval geen ander gebied. Dus gaan we daarvan slachten. Nou ja, deze dieren die, kan iedereen zien dat die hier lopen. Wij gaan hier op 24 oktober deze koeien allemaal invangen. En worden op dat moment ook 's middags naar het slachthuis toegebracht. Daar blijven de dieren gewoon eigenlijk een nummer aanhangen. En wij doen een eigen beheer, benenwijze uit. En weten ook zeker dat deze dieren bij ons in de pakketten belanden. Nou, wij gaan hier op 24 oktober vangen. Dus dan begeleiden we alle dieren naar een vangkraal toe en zetten we ze in die kraal. Op dat moment halen wij de dieren eruit die ik dan van tevoren geselecteerd heb. En die gaan op transport naar het slachthuis toe in Herveld. Daar worden ze de dag erop geslacht. 'S ochtends vroeg meteen en worden ze als karkas naar onze eigen uitbener toe gebracht. En zo kunnen we ook zeker weten dat het dier altijd van ons is en dat we geen andere dieren in de pakketten krijgen. Op 5 november hebben wij een verkoopdag hier bij de Staatsbosbeheerschuur in Gelderspoort. En daar kunnen mensen tussen 10 en 1 hun pakket op komen halen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.